Op de Zuidelijke Ringweg is vanmorgen tijdens de ochtendspits een ongeluk gebeurd. Een automobilist raakte met zijn auto op de verkeerde weghelft. Bij het ongeluk zijn een bus, diverse auto's en een motorrijder betrokken. Een automobilist raakte bekneld en is door de hulpdiensten uit zijn benarde positie bevrijd. Vanochtend op de N7 zijn twee mensen gewond geraakt bij een ernstig ongeval. Meneer uit Stiens reed daar en is door nog onbekende reden op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Reed daarbij eerst frontaal tegen een busje, daarna tegen een mevrouw op een motor en daarna toch nog tegen een meneer in een auto. Hoe de auto op de verkeerde weghelft terechtkwam is niet bekend. Er zijn twee gewonden met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. In het busje met de drie mannen uit Wildervank is één passagier bekneld geraakt. Hij is door de hulpdiensten bevrijd uit de auto en overgebracht met onbekend letsel naar het ziekenhuis. En de mevrouw op de motor is ook gewond geraakt en zij is ook naar het ziekenhuis vervoerd. Wonder boven wonder zijn de andere betrokkenen allemaal zonder kleerscheuren ervan afgekomen. De weg is enige tijd afgesloten geweest. Het schoonmaken van het wegdek veroorzaakte nog lange tijd hinder voor het verkeer. Toen mijn collega's daar aankwamen was het een behoorlijke ravage. Dus vandaar dat direct alles is afgezet. Nou, nadat we eerst de hulp voor de slachtoffers hebben geboden, moesten natuurlijk alle voertuigen naar de weg. En ook hebben we de weg schoon moeten maken. Dus het heeft enige tijd geduurd voordat het verkeer er weer langs kon. De weg werd om 10:30 weer vrijgegeven voor het verkeer.